Voor het duurste leden van de Lidbond, goedemorgen. We hebben toch besloten als bestuur van de CLO om deze vergadering te beleggen, om jullie toch te informeren van de resultaten van de laatste onderhandelingen en alles een beetje eromheen. Ik wil jullie ook informeren over de juridische positie waarin de CLO op dit moment zit, zodat jullie geïnformeerd zijn. Laten we daarmee beginnen. Jullie weten dat er rechtszaken lopen. Er lopen op dit moment twee rechtszaken. We hebben 7 rechtszaken achter de rug, waarvan wij 5 hebben verloren en 2 hebben gewonnen. Maar we hebben 2 cruciale gewonnen. Daarom kunnen wij nog hier staan. Er loopt een rechtszaak waarbij de CLO naar de rechter is gebracht, omdat mensen dus op het terrein van Esperanceweg geen grondpapieren kunnen krijgen. Dus CLO is aan de rechter gebracht om dus aan die grondpapieren te kunnen komen. Dat is één rechtszaak die loopt. En een tweede rechtszaak is die loopt vanaf december 2022. Het is een rechtszaak waarin, even hoor, ik ga straks naar daar. Ja, waarin dus dit bestuur, waarvan men zei dat dit bestuur geen rechtmatig bestuur is. Die rechtszaak loopt en dit jaar, die informatie wil ik jullie wel geven, dit jaar hebben wij op 22 februari in de rechtszaal afgesproken met de rechter. Meneer Hooghart was ook in de rechtszaal, hij heeft gevraagd om een verkiezing. Op 14 maart van dit jaar heeft de rechter een verkiezingscommissie geïnstalleerd. Onder leiding van mevrouw Magda Hoever-Venox. Jullie kennen haar misschien. Ze is de wederhelft van meneer Stanley Hoever die les geeft hier op CIFUS. En ze heeft ook het boek geschreven, het ambtenarenrecht in ontwikkelingsperspectief. Meneer Hooghart heeft voorgedragen mevrouw Jennifer van Dijk Silos. En wij hebben voorgedragen mevrouw Shada Sitaram. Die commissie is aan het werk. En we zijn al 1 keer uitgenodigd. Op dit moment weten jullie, de advocatuur en de rechter zijn met reces. Dus in oktober gaat dus het werk van dus die commissie door. Maar we hopen dat dus dit jaar nog een verkiezing gehouden kan worden, want wij zouden zelf een verkiezing houden in augustus. Maar dit bestuur is, zoals jullie weten, gekozen in augustus 2021. Je moet om de 3 jaar verkiezingen houden. Maar nu is er dus een verkiezing onder leiding van de rechter. En dan wachten wij dus tot die commissie dus die verkiezing gaat houden. Dus houd u warm voor die verkiezing. U zult in de media, laat me dat toch wel aangeven. Kijk, dingen in de media zijn veranderd. Soms wil men dingen van vroeger met nu mengen. Maar vroeger, als je een mening wilde geven, ik ben abdicati. Je moest een ingezonden stuk schrijven. En dan in de krant plaatsen met je naam eronder. Tegenwoordig kan je anoniem bellen, je kan anoniem appen. Op Facebook kan je informatie geven, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En dingen zijn veranderd. Als je gaat onderhandelen en je onderhandelingsresultaat hebt, voordat je naar je bestuur bent, dat is die informatie op straat. Vandaar dat ik ook die informatie zelf breng, omdat je dan niet wil dat andere mensen, dus andere bronnen, die informatie brengen. Dus dat zijn dingen die zijn veranderd. En laat me ook aangeven, ook de onderhandelingsstructuren zijn veranderd. Kijk, de Internationale Arbeidsorganisatie, de ILO, die gaat ervan uit dat 1 groep onderhandelt met uitsluiting van alle anderen. En daar heeft de CLO tientallen jaren onderhandeld voor de ambtenaren. Deze regering
heeft besloten om alle vakbonden, met alle vakbonden te onderhandelen. Daarom loopt het moeilijk. Toch? Ik denk dat jullie dat al deze zaken hebben gemerkt. Maar de regels van de ILO zijn dat een groep onderhandelt met uitsluiting van anderen. Ik kan jullie aangeven dat wanneer de ILO in Suriname komt, er zijn zoveel bedrijfslevensorganisaties toch als ASFA, ACMOS, kleine winkeliers, vereniging van cambioouders, noem maar op. Maar de VSB praat maar met één. En dat is de VSB. En als het gaat om de vakbeweging, dan praat de ILO met Ravaksur. Ravaksur als de meest representatieve organisatie met uitsluiting van alle andere organisaties. Maar deze regering heeft een situatie gecreëerd waarbij ze vond dat ze met alle vakbonden moest praten. Dan kreeg deze situatie. Ik denk dat jullie in de pers ook hebben gelezen dat er andere eisen zijn gesteld. Maar Ravaksur Plus heeft een resultaat bereikt. En dat ga ik jullie uitleggen ook. Ik ga jullie straks ook een paar documenten wijzen. Daarom heb ik dus een PowerPoint-presentatie laten maken. Meneer Ashwin Ramdin van LVV, die assisteert mij. Ik ben heel erg blij met zijn medewerking. Het gaat hem hier om, misschien hebben jullie kijken naar DTV, toch? Ja? Dus DTV komt straks. Maar jullie zullen meneer in salons bezig hebben gehoord, toch? Ik zou in de pers hebben gezegd, als er 5 manjes aan een boom hangen, dan kan ik niet meer manjes voor jullie gaan halen. Ik kan geen 20 manjes halen. En toen is er gezegd van, ja maar, ik moet bewijzen dat er 5 manjes aan die boom hangen. Dus het bewijs heb ik hier voor jullie. Zodat jullie dat ook kunnen zien. Omdat ik vind dat er geen twijfel gezaaid moet worden in de samenleving. En ook geen twijfel gezaaid moet worden onder mijn mensen. De mensen die vorig jaar in KOB waren, hebben deze exercitie al gedaan. Ik ga jullie vragen om het vandaag weer te doen. Laten we gaan kijken. We gaan eerst tonen maandoverzicht, bezoldiging per ministerie. Dit is het maandoverzicht. Dit is de loonlijst eigenlijk. Geef jullie me kwijt, niet zo ver, dus is dat ook. Ook ondersteuning vragen. Kijk, dit zijn alle salarissen die betaald worden, bezoldigingen, toelagen, part-time werkers, enige diensten, dat is allemaal hier. En het bedrag is, kijk, dat staat hier, het bedrag is 907 miljoen. Onthoud je dat bedrag? Laat zeggen 900 miljoen per maand. Heb je dat bedrag? Hallo? Ja. Want we gaan even rekenen. Je moet je mobiel boven tafel halen. Even rekenen. Dus 900 miljoen. Okay. En als je ziet, als wij onderhandelen, CLO, soms wordt er kritiek geleverd. Toch? En dan zegt men van ja, er is een beter resultaat bereikt hebben. Maar als je onderhandelt voor 100 mensen, 200, 300, 1000, 2000, 3000, is een andere onderhandeling. Toch? Kijk maar hoeveel mensen geld ontvangen als wij onderhandelen. En niet alle mensen zijn nog hier op je lijst, toch? 96.500 mensen. Dus als CLO heeft onderhandeld deze kwestie van die 15%, die heeft invloed op deze 96.500 mensen. Toch? Goed. Ik wil jullie ook dit direct aangeven. Kijken jullie goed? Kijken waar het is. Pensioenfonds. We zien hier dat 31.508 gepensioneerden er zijn.
31.500 gepensioneerden. En die gepensioneerden kregen samen 218 miljoen. Zeg 220 miljoen per maand. De bezoldiging die jullie krijgen, die is de helft van die 900 miljoen. Wat gaat die 900 miljoen weer dan, toch? Die 900 miljoen is de helft daarvan. En wat gebeurt er dan? Als die bezoldiging 400 miljoen is, je die daarvan 10%, dan is dat 40 miljoen. Jullie betalen 40 miljoen premie. Dat is vandaag. En de regering. En de regering betaalt 5%. Is samen 60 miljoen. Is het genoeg om de pensioenen te betalen? Ja of nee? Nee, toch? Dus elke maand moet de regering 160 miljoen bijzetten om de pensioenen te betalen. En dan hoor je soms mensen praten, ja, maar pensioenfonds moet dingen financieren. Maar dan met welke geld dan? Ik vertel dit aan u, omdat vaak dingen worden gezegd. Er moet elke maand 160 miljoen bijgezet worden. En dat heeft te maken met die herwaardering. Elke keer als er een loonsverhoging komt, dan wordt het pensioen weer geherwaardeerd. Het pensioen gaat mee. Dus die 15% is ook van toepassing op die gepensioneerden. Zij krijgen ook. En dan worden de kosten hoger. En dat bedrag van 160 miljoen gaat dan steeds groter worden. Maar dat is iets wat de overheid op zich heeft genomen. We noemen het geen subsidie, het is een suppletie. Oké, dan ga ik jullie nu huiswerk geven. Simpele rekensom hoor. Als de loonsom 900 miljoen is, als de loonsom 900 miljoen is, hoeveel is de loonsom in een jaar? Maar 12, je krijgt geen vakantiegeld. Maar? Maar 13, oké, bereken. Dan moet iemand me zeggen, hoeveel miljard is de loonsom? Is 9 maal 13 toch? 9 maal 13. Op hoeveel kom je 9 maal 13? 117. 117 is dus 11,7 miljard. Is dat duidelijk? 11,7 miljard. Okay. Dus dat zijn die 5 manjes toch? 11,7 miljard. En waaruit wordt het betaald? Uit de begroting. Wat uit de begroting betaald. Dan gaan we nu kijken of het op die begroting is. Oké. Okay. Zien jullie hier? Dit zijn de lonen en salarissen. En hoeveel staat hier? Hoeveel miljard? 11 punt? 11. Ja, dus 11.3 miljard. 11.3 miljard. Hebben jullie dat gezien? Toch? Is er nog geld op de begroting voor de loonsverhoging? Jullie zijn allemaal ambtenaren. Ja of nee? Ja. Ja? Nee. Nou, goed dan. Er is een tekort. Nee. Het geld is op. Toch? Want je begroting van 11.3 miljard is op. Dus er is geen ruimte voor een loonsverhoging. En als ik zeg 5 manjes, dan bedoel ik dit. Wij, dit bestuur, maar jullie ook, want jullie praten met die leden, we kunnen niet meer gaan halen dan wat hier is. We kunnen niet meer. Toch stelt men ons uit dat we meer moeten halen. Op dat stuk heb ik de regering gevraagd of ze die overeenkomst met IMF kunnen stopzetten. Dan kunnen ze geld gaan lenen. En in het andere geval zelf, als men nog meer klaar, dan zeggen van oké, stop die overeenkomst met IMF, dan gaan we weer geld drukken.
dan kan je 100% loons voor optrekken. Krijg je een hele kruiwagen met geld. Toch? Je kent de periode van Venetianen, de oudere onderhand. Krijg je 100% loonsverhoging van CLO, 200% loonsverhoging. En iedereen was blij, want die koers ging wat stijgen. Prijzen alles. Tot en met toen in 1996 was er dus weer stabiliteit ontstaan. Oké, dus dit is een beperking. Dus dat wil zeggen, voor deze loonsverhoging die de regering geeft, moet er ruimte gecreëerd worden in die begroting. Dat wil zeggen dat men gaat knippen. Toch? Ik noem maar wat, als er bijvoorbeeld 50 miljoen op de begroting staat, om misschien de quota op te halen, dan maak je er 25 miljoen van. Voorbeeld maar hoor. Alleen maar om dit te kunnen betalen. Is het duidelijk? Ja toch? Dan ga je een andere beperking wezen. Het is een afspraak die is gemaakt met IMF. Wat staat hier? BBP nominaal 170 miljard. Bruto binnenlands product, oftewel GDP, gross development product, of gross domestic product. Toch? Die is 170 miljoen. Miljard. Hebben jullie dat gezien? Ja. 170 miljard. Oké. Dan gaan we nu even naar die afspraak. En die volgende slide lezen. Oké. Oké. Dit kan je googlen. Je ziet hier Suriname Fifth Review under the Extended Arrangement. Dit is IMF. En dan zie je hier: the authorities will maintain the wage bill. The wage bill is a loan sum at 7% of GDP in 2024. 6,7%. Dus er is een afspraak met IMF gemaakt dat de loonsom niet verder mag groeien dan 6,7%. Kunnen we dan terug gaan naar die vorige slide? Dan hebben jullie huiswerk. Je kan het zelf berekenen, zodat je ook wat leert. Want ik zal dit werk niet altijd doen, toch? Maar die dingen hoor. Dan moeten jullie overnemen. Vooral de jongeren onder ons. We hebben hier 11,3 miljard. De cijfers vallen niet precies, maar als je dus 170 miljard maal 6,7% neemt, op welk bedrag dan? 170 miljard maal 6,7%. Op hoeveel kom je? Hoeveel? 11,3. Alsjeblieft hier. 11,3. Daar zijn wij aan gewonnen. Dat is het bewijs wat ik jullie geef. Toch? Dit zijn die vijf manjes waar ik het over heb. Je kan niet meer gaan, als je meer gaat doen, dan gaat IMF die overeenkomst opzetten. Misschien is dat ook goed, maar dan zegt de regering tegen ons, ja, dan gaan de leningen van IDB, Wereldbank, allemaal in problemen komen. En ook de relatie met Oppenheimer, die bondholders. Oké, dat wilde ik jullie dus wijzen. Dan hebben we de volgende slide. Even, zijn er vragen over dit gedeelte wat ik heb verteld? Niet? Oké, dan gaan we naar de volgende slide. Hier links zie je het akkoord wat is bereikt in 2020.
Jullie moeten het zien, het akkoord wat is bereikt in 2020 voor die 50% loonsverhoging. 2020. Het is de overeenkomst van 11 juni 2020. 11 juni 2020. Even, kan je terugschakelen? Kan je wel schrijftijd? 11 juni. Ja, oké. Dus op een gegeven moment, deze overeenkomst, die heb ik opgesteld. Het is mijn werk, ik ben de technische man. Ik ben geen actieleider, actieleiders zijn ook u, Mami Korsaar, Jan Kooi, mensen hier zijn actieleiders, maar ik ben de technische man. En heeft de technische man gevraagd om dus leiding te geven aan de CLO. Meneer Bogaert is actieleider. Dus ik heb deze overeenkomst opgesteld, maar over het algemeen, in de afgelopen 30, 35 jaar, kreeg ik het werk. Maar in dit geval heeft meneer Bogaert, een van die jonge bestuursleden, het werk gegeven. Onervaren pas komen kijken. En op een gegeven moment vraag ik waar het werk is. En als het werk geleverd wordt, hoeveel handtekeningen zie je aan deze kant? Die kant. Eén handtekening. Van wie? Kunnen jullie dit zien? Nee, van Noor-Salim. Ex-minister Noor-Salim, toen minister. Maar die handtekening, die belangrijke handtekening, die van Hoefdra, die is niet op je overeenkomst. Dus toen ik het werk kreeg, ik was boos die dag. Ik heb het werk gehad. Ik heb toen de secretaris van Hoefdraad gebeld. Of ik bij Hoefdraad kan komen. Maar toen was Hoefdraad al verdwenen. Want ik zou die overeenkomst maar voor een klem op te tekenen. Na de regeringswisseling. En dan wanneer je met zo'n overeenkomst. Laat me dit zeggen voordat we dus naar dat verhaal gaan. Op 4 juli 2020 waren meneer Swami Prasad, mijn persoon, meneer Afian Kooi, meneer Palantak, wie was het nog meer? Eentje toch, met vijf. Pem en Bogaert, die waren bij meneer Satoki thuis. 4 juli 2020. Toen heeft meneer Satoki ruimte gevraagd voor de uitvoering van die overeenkomst. Had die overeenkomst nog niet gezien. En natuurlijk voelt hij die overeenkomst niet. Het zijn technische mensen. Dus wat gebeurt er? Wanneer ik met die overeenkomst ga, dan wat gaan die mensen me zeggen? Wat zeggen ze me dan een paar reacties over? Ik hoor niks. Men zegt het is een ondeugdelijke overeenkomst. Ondeugdelijke overeenkomst. En zit je te kijken. No? 2020 is voorbij gegaan. 2021 is voorbij gegaan. 9 juni 2022 zit ik met minister Achai Bersin en ex-minister Hassan Khan, voorzitter van het onderhandelingsorgaan op financiën. Dus men vindt dat het is een onduidelijke overeenkomst. Men vindt van die overeenkomst is na de verkiezing getekend. Toch? Dus op een gegeven moment hebben wij aangegeven, of tenminste ik was daar, heb ik aangegeven, dat een overeenkomst getekend wordt na de verkiezing. Is geen nieuw ding. Ik heb toen een resolutie overlegd waarbij in 2010, na de verkiezing, FISO 2 was goedgekeurd. Weet jullie dat nog? FISO 2. Na de verkiezing. En toen zei meneer Hassan, wilde meneer Hassan Khan iets uitleggen. Ik zei, jij moet niets uitleggen. Jij was die minister. Toch? En toen heeft Achai Bersin dus die resolutie genomen. En ik moet zeggen dat hij toen bereid was
om wat dingen te betalen. U weet dat u verschillende vakantiegeld hebt gehad, toch? 2017, 2018. Verschillende vakantiegeld. En nog 3 x 500 SRD. Hebben jullie gehad? Ja, toch? Oké. Okay. Dus dat gesprek ging, toch? En dat gesprek ging. Maar naast die resolutie heb ik op een ander moment, of niet, laten we dat nog niet zeggen. Dus meneer Gijversing had betaald. En dat ding ging, en jullie weten, in december 2022 kwam een minister wisseling. Dat hij weer opnieuw beginnen. Dat heb ik opnieuw met Raghuarsing. Maar toen ik opnieuw begon met Raghuarsing, heb ik niet dit overleg. Ik heb dit overleg. Het is een staatsplan. Wat is er gebeurd? President Boutersen heeft op 14 juli, kan je terugbrengen? Stop. 14 juli 2020, breng ik weer terug. Die resolutie ondertekend. Die resolutie is dan 14e naar Binnenlandse Zaken gegaan. En op 15 juli is dit staatsblad gedrukt. En de regeringswisseling was op 16 juli. 1 dag na het drukken van deze resolutie. En minister Brontosom had ook deze hoogstwaarschijnlijk opdracht gehad. Hij komt op Binnenlandse Zaken. En dit staatsblad is niet uitgegeven. Dus de minister zegt aan mij, ik weet niet hoe je aan dat staatsblad bent gekomen. Dat hoeft hij ook niet te weten. Maar ik heb het niet uitgegeven. Want iedereen zegt van dat ding duurt zo lang. Maar je hebt 2 opties. 1 optie, je gaat actie voeren. Als je actie voert, breng mij naar de rechter. Of jij zelf kan naar de rechter gaan. Maar dat is een risico. Als deze zaak bij de rechter is, dan kan er een besluit worden genomen dat die minister gelijk heeft. En als die minister gelijk heeft, dan zijn we die 50%. Kwijt. Ja, lassa patara, lassa. Daarom heb ik ervoor gekozen om steeds te blijven praten met die mensen. En we hebben nu overeenstemming bereikt, want hier in die overeenkomst staat beschreven dat er tot en met 1 september die TWK wordt voortgezet. Dus iedereen die heeft gewerkt in juli, augustus, september 2020, heeft recht op die TWK. En die TWK is even groot wat je hebt gehad in mei en juni 2020. Is dat duidelijk? Hallo, jullie zijn stil. Is dat duidelijk? Dus in oktober, november van dit jaar en februari van volgend jaar moeten jullie dat bedrag krijgen. Oké. Zijn er toch hier vragen? Nee? Ja, er is iemand. Oké, ja. Ik zie niet zo best, dus dan moeten ze me helpen. Ja, ik luister. Sorry, ik hoor niet zo best. Kunt u niet op de fietsen? Dat van oktober en wat heb je moeten krijgen? Dat bedrag. Kijk, zoals bij vakantiegeld, het bedrag is voor elk individu verschillend. Dus je gaat naar personeelszaken moeten gaan, of als je een oude loonslip hebt van mei, juni 2020, toch? Dan kun je zien wat het bedrag is. Maar wij hebben dat bedrag. Het is een TWK. Ik heb een voorbeeld van de grootte van het bedrag, maar dat het betaald zou worden in oktober en november. Nee, het zijn 3 maanden TWK. 3 maanden. 1 wordt betaald in oktober, 1 wordt betaald in november en 1 wordt betaald in februari volgend jaar. Is dat duidelijk nu?
Als ik niet duidelijk was. Is het goed nu? Ik vraag me, is het goed nu? Yes. Yes, oké. Okay. Ja. We hebben het over nog steeds die 50% door verhoging van juni 2022. Waar oktober of zo wat jullie maar, dat is het. Kijk, bij die overeenkomst, ik praat nu over die overeenkomst. In die overeenkomst staat geschreven, want de TWK, jullie hadden 20 maanden TWK gehad over die loonsverhoging met terugwerkende kracht naar 2017. In 2018 hadden we dat bewerkt, 25% loonsverhoging. Je hebt 20 maanden TWK gehad. Die 20 maanden wordt verlengd met 3 maanden. Toch? Dus dan krijg je die 3 maanden TWK. En daarna komt die resolutie. Dus we zijn nog niet bij die resolutie. We zijn nu bij die 3 maanden TWK. Ik praat over de overeenkomst. Nu gaan we dus de komende maanden van nu naar december onderhandelen met de regering over de uitvoering van deze resolutie. Is het duidelijk? Ja, deze resolutie is die resolutie van die 50%. En de onderhandelingen hier over zijn staan. We hebben de afgelopen 4 jaar vaak hierover gesproken, maar men komt niet tot uitvoering. Toch? Wanneer je bij de president zit, ik ga hier gewoon zeggen, ik zit bij de president. Ik heb op 22 november vorig jaar met de president gezeten met Rafa Surplus. En dan zegt de president, minister Financiën, onderhandeling wordt aan, voer het uit. Maar als je in die kamer bent, dan krijg je een vicieuze cirkel, toch? Het wordt niet uitgevoerd, dan kom je weer bij die president. Maar afgelopen maandag, 2 september was het, heeft die president dus die 3 maanden alvast bekrachtigd. Dus dat gaat betaald worden, dat is hard. Maar dit moet nog uitonderhandeld worden. Want er zijn juridische problemen ontstaan. Waarom? Je hebt een resolutie van 2018 en een resolutie van 2020. En jullie salaris is gebaseerd op de resolutie van 2018. En niet op basis van deze resolutie. Dus wat ik probeer te doen, is 2018 aan de kant te zetten en 2020 in de plaats ervan te zetten. Dan ga je een hoger salaris krijgen. Maar we praten met de mensen en we hopen dat de zaak rondkomt. Ik heb goede hoop. Zijn er nog vragen? Is het duidelijk? Je hebt weinig mogelijkheden, ik heb jullie gezegd. If je staat, de maïtjari gaat recht. Naar de rechter brengt, komt dit op tafel. En als dit op tafel komt en de minister krijgt gelijk, dan ben je kwijt. Dus je moet voorzichtig met dat ding omgaan. Zijn er nog vragen hierover? Nee, ik zie niet zo best, niemand die kwam. Op welk bedrag? Die 3 maanden TWK. Dat was een bruto bedrag. Er is een bruto bedrag. En als het een bruto bedrag is, dan is het belasting. Je moet kijken op je loonslip, als je je loonslip kan vinden, of je gaat naar BZ om te vragen. Kijk, jullie vragen naar wat betaald wordt, maar iedereen die op welke schaal zit of periodiek, ik ga jullie straks een idee geven van hoeveel het is. Ik ga het uitleggen. Ik kan het zelf ook uitleggen. Oké. Okay. Kunnen we dan verder gaan? Ja. Dit zijn de exercities die zijn gemaakt. Wij jullie komen, maar er is ook in de media gezegd, er zijn geen exercities. Deze exercities zijn gemaakt. Dus dan zien jullie dat ook. Kan het naar deze kant komen? Nee. Ik heb die tekst aan die kant nodig.
waar de bezoldiging staat. Jullie hebben een bezoldiging staan daar in de hoofd? Ja, dat is 384. Dan zien jullie daar wat de bezoldiging is. Dus die 900 miljoen is naast de bezoldiging. Heb je dus toelagen, overuren, noem maar op. Dat is allemaal daar. En dan wil ik nog een voorbeeld nemen, zo wordt het gevermoeid toch. Kunnen we naar die slide gaan waar men die lonen heeft gezet? In diezelfde exercitie. Scroll je toch? Dan ga je zien wat het wordt bij die 15% loonsverhoging. En dan zie je die 5% loonsverhoging. En dan zie je wat het wordt binnen de 10.734. Dus als dat ding helemaal is geïncorporeerd, is dus het salaris van de schoonmaakster volgend jaar 10.734. Maar wij gaan ook onderhandelen over belastingverlichting. En als we belastingverlichting berekenen, dat is waar we op dit moment is 9000 SRD belastingvrij, met die 400 SRD kosten erbij 9400. Gesteld van dat we naar 12.000 gaan of 15.000 belastingvrij, gaat dit bedrag van 10.734, het gaat dan minder worden, omdat er hier een belastingcomponent is. Is dat duidelijk? Dan hebben jullie een idee van hoe de opzet is. Dus je krijgt 15% per 1 juli. Dat weten jullie al, dat hebben jullie de pers vernomen. En 5% per 1 januari. Jullie hebben ook uit de pers vernomen dat de veiligheidsbonden een tegenvoorstel hebben gedaan. Klopt toch? Ja toch? Zij willen 10%, maar ze willen niet 15%. Maar ze willen wel dat 1000 SRD geïncorporeerd worden. Dus als we zien wat de regering doet. Aan ons hebben ze gezegd dat ze dit jaar helemaal wat we ook gevraagd incorporeren dit jaar, ja. Maar ze hebben ons steeds gezegd IMF en dit en zo en dat. Dat het niet kan. Dus we kijken, de onderhandelingen zijn nog niet rond. Zolang de onderhandelingen niet rond zijn tussen die drie groepen, is het niet zeker dat jullie in september het nieuwe salaris zien. En we hebben ook nog geen afspraken gemaakt over de TWK van juli en de TWK van augustus. Dus die mededelingen gaan we nog doen. Ook via de pers gaan we die mededelingen doen. Wat gaat het nog haalbaar zijn om te betalen? Wanneer op de regering nog bezig is, dan vandaag is het call. En morgen moeten ze rond zijn met de veiligheidsbond. Ja, ze moeten rond zijn met de veiligheidsbond. Veiligheidsbond is 10%. En 1000 incorporeren. Ja. Hebben ze wat meer daarbij voor dit financiële? Want het zegt 1000 incorporeren en je kan ook op belasting gaan betalen dat 1000 incorporeren. Ik kom straks. Ze zeggen wat, maar ik weet niet, ik zie meer dat men Power Brievers spelen en Showtime en. Dus dat gebeurt er niet hoor. Dus iedereen komt. En men zegt wat, maar maken. Dus en dat is het probleem met die. We praten over iemand die kon praten over vijf manjes. Oh, weet je wat die mensen denken, die focus toch? Eindelijk wil ik zeggen, we moeten niet daarop ons gaan concentreren. Want iemand die een lidbond leeft en weet je wat die mensen level is, dan vind ik het jammer dat voor je daarop moet reageren.
is om de mensen die dit populair maken. Nee, Kenneth, het gaat niet daarom. Het gaat niet van de persoon. Even, het gaat niet van de persoon. Kenneth, het gaat niet van de persoon. Het gaat om wat gezegd is geworden. Niet om de persoon. Ja, maar die man is lid van God. Nee, het gaat niet om de persoon. En laat Blanche komen praten op, maar mensen nee, de pers op. Kenneth, die was aan hier. Wij zijn ook niet eens met dat ding. We hebben het ook kenbaar gemaakt. Zo. Maar die dingen gebeuren. En dan moeten die dingen niet hun eigen leven gaan leiden. Daarom komt er ook dat. Maar ik kom op dat stuk van jou gaan straks even dingen berekenen. Even. Dan kunnen we die presentatie nu. Ja, ik heb het deze naam. Ja. Bij de eventuele uitbetaling van de loonsverhoging. Wat gebeurt er met die loonkrachtversterking? Want we hebben gezien dat er ook wat aangedaan voor als wij bij onze vakantie naar de uitbetaling. Dat is weggelaten. Dus dat is een discussie. Nee, dat heb ik nog op tafel gezet. Die COPRA-versterking van jullie zit nog op tafel. Omdat wij niet eens zijn dat men dus zonder met ons af te stemmen. Want kijk, vorig jaar hebben we afgestemd. En ook het jaar daarvoor, dat dus in juli, omdat de overheid een heel grote som moet betalen. Toch? Als we teruggaan naar een slide, die eerste slide. Waar dit is toch, dan zie je dat de overheid. Staat aan de andere kant. Ja, denk je. De overheid bijna 1,2 miljard op maandbasis. Dit is zonder vakantiegeld hoor. Moet betalen per maand. Dus we hebben rekening gehouden. Maar deze keer hebben ze niet met ons afgestemd. Dus we hebben het op tafel gehouden. Maar die COPRA-versterking wordt tot eind van het jaar betaald. Toch? Dus dat is wel geregeld. Tot eind van het jaar wordt die wel betaald, die COPRA-versterking. Is dat duidelijk? Dat moeten we nog bespreken. Zijn heel moeizame en vermoeide onderhandelingen hoor. Ik sta hier bij jullie, maar ik ben feiten ziek. Ik heb koorts. Ik ben grieperig. Maar het werk gaat door. Je probeert tussendoor te rusten. Oké, dan kunnen we die PowerPoint stoppen. Bedankt. Ja, en we bedanken Ashwin Rangi voor de presentatie, het begeleiden van de presentatie en het maken van de presentatie. Oké, even vasthouden, ja. Dan ga ik nu. Oké, dan gaan we nu. Wat is er met de cliënt vandaag? Ik heb mijn vakbonden gezegd, maar ik ben een jury niet meer staan. Ik ben naar de rechterkant, als er een resolutie is, toch? En moet betaald worden, ga je gaan staken. Maar dan brengen ze jou naar de rechter. Dus als een vakbonden, kijk niet, ik ga er maar naar de rechter. Dan stap je naar de rechter. Als je een resolutie hebt, en het moet betaald worden. Maar dat is niet het werk, is het niet het werk van de CLO, het is het werk van de plaatselijke bond. Om dat in orde te maken. Is dat duidelijk? Over dat bond? Ja, dat is duidelijk. PBB. Ja, dan moet die bond dat in orde maken. Met de minister praten. Bestuursleden zijn hier. Volgende.
Ja. 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 Wij proberen om compensaties te vinden voor al die prijsstijgingen. In feite krijg je geen loonsverhoging nog. Je krijgt compensaties om de zaak bij te benen. Toch? Stroom wordt verhoogd, water wordt verhoogd, gas wordt verhoogd. Er is een traject uitgezet. Het kan ook in één keer gebeuren. Ik zal je vertellen van gas. Gas. Was er een voorstel gedaan door een van de energiedeskundigen, meneer Amiral, om die gasprijs in één keer te verhogen. En dan zou iedereen 300 SRD moeten krijgen. De regering is daarvoor niet gekozen. Ik persoonlijk ben voorstander van één keer verhogen ook. Op dat manier één keer verhoogd, scheldt mij één keer uit en klaagt mij ook één keer. Wanneer dat bedrag in 10 keer gaat verhogen, dan gaat mij 10 keer uitschelden en gaat mij 10 keer klagen. Maar ik ben niet bijmachtig. Ik zie dat vaak. Dat mensen dingen op ons bord leggen om recht te zetten. Wij zijn niet in staat om alle dingen die gebeuren recht te zetten. Er is zelfs actie gevoerd, toch? Er is zware actie gevoerd voor elektriciteit en voor BTW. Mensen zijn op straat geweest, zelfs die veiligheidsmannen zijn op straat geweest. Maar, alles gaat door. Als dat die medeloverheidsmannen wat zegt u? Dat die medeloverheidsmannen kijk, wanneer je bij een onderhandeling bent, wij hebben gevraagd, we hebben niet iets uit het hoofd gedaan. We hebben gevraagd, je moet de inflatie corrigeren. Dat hebben wij gevraagd. De inflatie zijn alle verhogingen. Dat wordt meegenomen. Door de verhogingen heb je een hoog inflatiecijfer. Als er geen verhogingen zijn, heb je een laag inflatiecijfer. Dus wanneer je gaat onderhandelen, zet je inflatiecijfer op tafel. In feite wil je een loonsverhoging hebben boven het inflatiecijfer. Maar ik heb je de beperkingen aangegeven, zo net. Ik kan geen ijzer met mijn handen breken. Daarom heb ik gezegd, als er 5 man is aan die boom zit, kan ik dat gaan halen. Ik kan niet meer gaan halen. Wanneer we dat moeten doen, wat u naar voren brengt, dan moet het IMF-programma stopgezet worden. Dan moeten we dat stoppen. Het IMF-programma, dan moet je nu goed uitleggen. Het IMF-programma zorgt ervoor dat de regering het gat van 400 miljoen op de maandelijkse uitgaven kan richten. Als dat programma stopt,
heb je dat geld niet meer. Dan zou de vakbeweging actie moeten voeren om dat te bewerkstelligen. Maar wij kunnen niet alle dingen die gebeuren recht gaan zetten. Wij zijn niet zo machtig en zo krachtig. Dat is nog een vraag. Ik weet dat in de tijd onder de personeelsbond van LVV en voor de jachtopzieners een boswachterstoelage van 75 SFD was gerealiseerd. Maar dit hoort niet thuis in deze vertaling. Ik bedoel, als iedereen zijn persoonlijke zaken van zijn bond op tafel hier kan leggen, dan gaan we deze vertaling kunnen afronden. We hebben nog een half uur in deze vertaling, die staat half uur tot en met 1 uur. En ik moet nog een paar dingen uitleggen. Oh, dan moeten we dat buiten die vergadering bespreken, maar niet in de vergadering. Zo, ik ga jullie dus twee dingen uitleggen nou. Ik ga jullie uitleggen hoe dat geïncorporeerd wordt en dan gaan we de vergadering afsluiten. Oké. En ik ga jullie uitleggen over de kwestie van de kwestie dus van die 50% loonsverhoging en die TWK. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik rond af. In 1000. In 2020 was het salaris van de schoonmaakster 1000. En daarna hebben ze gehad 500 SF. Kunnen jullie dat nog herinneren? Heb je die 500 SRD toen laten verenigen? Ja. Oké. Toen hebben we in 2018, hebben we gezegd, in 2018, deze 500 SRD moet in het salaris komen. Toch? Ja. Oké. Maar als je deze 500 SRD in het salaris zet, want sommige mensen denken dat wordt het samen 1500 SRD. Maar zo is het niet. Dat is geen incorporatie. Incorporatie wil zeggen dat belasting erbij komt, belasting, AOV, SNF en pensioen. SNF is 4%, pensioenpremie is 10%. Samen 18%. Die belasting, de schoonmaakster betaalt geen belasting. Dus dan praten we over die 18%. Dus die 18% moet bijkomen op die 500, toch?
En eigenlijk is die 500 dan 100 min 18 is 82%. Ongeveer als het erbij komt, dat is het 100. Is het 100. Dat is het samen 1600. Top? En dan hadden we hoeveel? 25. Samen 1600. En als je 25% geeft, 25% is 400 SRD, toch? 400 SRD wordt 3000. Dit was de bezoldiging van de schoolmaster in 2018. Heb je gezien van hoe de fabriek er wordt? Dus deze componenten komen erbij. Toch? Oké, dan gaan we dus nu een exercitie doen bij de directeur. De directeur betaalt 38% belasting. Toch? Dan heb je SZF, dat is belasting. Dan hebben we SZF, 4%. We hebben AOV, 4%. En pensioenpremie. Ik weet niet, zien jullie dat? Dat is het duidelijk. Ja. Oké, kom. Die rook dan. En dat rook is ook moeilijk. Pensioenpremie, 10%. Is dit duidelijk? Ja, toch? 4%. 4%. 38%. Oké. Dus belasting, SZF, AOV en pensioen. Als je dit op, als je dit optelt, op hoeveel kom je? Hoeveel procent? 56%. 56%. Dus dat wil zeggen, de directeur, dus bij die schoolmaster, elke SRD die die schoolmaster bijkrijgt, elke SRD die die schoolmaster bijkrijgt, gaat 18% terug naar de overheid. Totdat dat wordt daar gerekend. Bij die directeur gaat van elke SRD die hij extra krijgt, 56% terug naar de overheid. Dus hij houdt over hoeveel? 44% houdt hij over. Oké. Dus dat gaan we nu incorporeren. Het salaris van de directeur is 19.500. Voor het gemak rond ik het af. Dus hij heeft 19.543. 19.500. En dan wordt die 3.500. Die gaan we incorporeren. Kan iemand voor me berekenen? 3500 gedeeld door 44 is? 3500 gedeeld door 44 is? 79. Maar 100 is? 7000? 954. 7954. Ja? Is dat het? Ja. Is bijna 8000. Ja toch? Dus wil je de directeur die 3500 incorporeren, moet je bruto aan die directeur een loonsverhoging geven van 7954. Bijna 8000. Is het duidelijk hoe dat geïncorporeerd wordt? Kijk hoeveel het kost. Heb je gezien hoeveel het kost? Snap je dat wordt het salaris van die directeur? Hoeveel? Dus dat gaat van 27.500. Laten we nog een voorbeeld nemen van de schoolmaster. De schoolmaster krijgt op dit moment, laten we zeggen, 5. Ja, dan maar uitgeven hier.
Dus we gaan bij de schoolmaster berekenen. De schoolmaster krijgt dat dus in rond af naar beneden, minimum salaris 5000. Ja toch? En dan gaan we incorporeren 3500. Oké. Okay. De schoolmaster betaalt geen belasting. AOV, pensioen, SFF. Dat is hoeveel procent? 18%. Dus dat die 3.500 is 82%. Kan iemand voor me dan delen? 3.500 delen 82. Is ongeveer wat ik jullie hier deel. 42,68. Maal 100 is? 4.268. Dus om die schoolmaster, $3.500 in het salaris te zetten, moet er een salarisverhoging komen van 4.268. Is het duidelijk hoe dat geïncorporeerd wordt? Ja. En je ziet dat het meer geld kost. Goed. Ik ben moe, de provincie. Ik ben aan u overdragen. Als er nog vragen zijn, kunnen we beantwoorden. Mensen, is dat duidelijk? Heeft u alles nu begrepen? Want we begrepen dat de zaken niet duidelijk waren. Maar ik denk met het uitleg van meneer Miskin dat het nu heel duidelijk is. Zijn er mensen die nog wat vragen willen stellen? Dan horen we dat graag van u. Eenmaal, allemaal. Even, maar laat maar even kijken. Is er nog iemand die hier nog wat... Maar toch wil ik nog even wat betreft de pensionairenpoort? Ik kreeg het de pensionairen kreeg 2500. Ja, ook graag. Bij het incorporeren, hoe vindt het op dezelfde manier plaats? Nee, de incorporatie vindt daar niet op die manier plaats. Dat is ook een hele de incorporatie vindt plaats bij de loonreeks van de actieve mensen. En het moment waarop er een nieuwe loonreeks is, dan worden de pensioenen geherwaardeerd op basis van... Nou, laat maar een voorbeeld zien. Dan is het duidelijk. Maar nu vraag ik over gepensioneerden. En bij gepensioneerden speelt meestal ook het aantal jaren. Gesteld van dat iemand, laat me een voorbeeld nemen. Iemand is, we kunnen nemen schoolmaster. Schoolmaster krijgt 5000. En nu komt er een nieuw salaris. En het nieuw salaris is 6000. Of nee, zo niet 6000 zijn, zo ongeveer 10.000 zijn, toch? 10.000, oké. Als die schoolmaster 35 dienst jaren heeft, is 70% van 5000 is 3500. Ja? En dan krijg je schoolmaster ook 2500. Oké? Van 10.000 is 7.000. Huh? 7.000. Oké. Okay. Deze twee bedragen zijn 6.000 samen, toch? Ja. Dus het nieuwe pensioen van die schoolmaster wordt 7.000 en die 2.500 verdwijnt.
ben je actieve ambtenaar? Dus wat ben je actieve ambtenaar? Die 35% straks ook gaat verdwijnen. Toch? Oké, maar dat is een schoolmaster die 35 dienstjaren heeft. Nu gaan we naar een schoolmaster die 10 dienstjaren heeft. Hoeveel pensioen krijg je? Hoeveel procent? 20%. Oké, 20% van 5000 is? 1000. 1000, toch? En dan krijgt hij ook? 2000. 500. Toch? Is samen? 3500. 20% van 10.000 is? 2.000, toch? Dat is die herwaardering. Dus die schoolmaster, de nieuwe pensioen, juridisch, moet 2.000 zijn. Maar bij pensioenfonds zegt men van oké, 3.500 is meer dan 2.000, dus dan laten we dit staan. Dan blijft dus bij deze persoon die 10 dienstjaren heeft, die 2500 wel staan. Maar die ene die 35 dienstjaren heeft, dan gaat die 2500 weg. Is dat duidelijk? Dus de pensioen die dan 17.000 krijgt. 17.000? 70% van 10.000. Wat is 7? Ja, die 70%. Er is nog een vraag door de pers om even kort uit te leggen. Jullie weten het allemaal, maar het even zeggen. Wat is bereikt door RAFAP Zuur Plus? Is 20% loonsverhoging verdeeld over 1 juli 2024 15% en 1 januari 2025 5%. En dat de incorporatie van die 3500 SRD één keer gebeurt op 1 januari 2025. Dat wil zeggen, er komt een nieuwe loonreeks. Er komt een nieuwe loonreeks. Er komen meerdere, er komt per 1 juli een nieuwe loonreeks en per 1 januari komt er weer een nieuwe loonreeks. En dan worden op beide momenten de gepensioneerden geherwaardeerd. Oké, duidelijk? Ik heb nog een laatste verzoek aan jullie. Ik ga jullie vragen, ondersteunen jullie dit bestuur? Geven jullie dit bestuur mandaat om deze onderhandelingen verder voort te zetten en af te ronden voor jullie? Toch? Alle zaken, de belastingverlichting, de 50% die nog gerealiseerd moet worden, loonsverhoging die voor 2025 gerealiseerd moet worden. Ondersteunen jullie dit bestuur om het werk voor te zetten? Jawel. Wie zegt nee? En wie zegt ja? Ja. Oké. Goed. Bedankt. Ik ben een kundig voorzitter. Dank u wel. Bedankt. Dank u wel. Dank u wel. Ik geef nu even het woord aan de heer Afian Kooi. Goedemiddag, mijn mensen. Mijn mensen, Jacobsieners. Alfredo, zijn er dat CLO en als lid van kan we zaken zeker aanpakken. De ervaring is er, we weten welke richting we moeten opgaan. En nog geconcludeerd naar mijn collega's al dat idee. En je ziet het wel dat we de bond er moet zijn om zaken te ordenen. Want in het binnenland kan werken, je kan ze niet achterlaten met een lijkkist te komen. Is dit leuk? En als je ook kijkt wat die verzekering is, ik vind dat je zo kan het niet verder. Maar mag je als aan dat wel dat is. Je doet het er wel, we blijven de zaak ondersteunen. En dit moet aan. Zo snel mogelijk we pakken het draad op als dit nog van de dag. Dank u wel. Ik heb nog een keer heel hartelijk dank zeggen dat u bent geweest. En we hebben gemerkt dat u heel aandachtig heeft geluisterd naar de heer Miskin. Dus dat wil zeggen dat het heel duidelijk was. Ja? Nogmaals, dank u wel. En voor straks, voorzichtig weer thuis. En een fijn weekend nog wel.